Hoi en welkom bij weer een nieuwe Fan Friday video. En vandaag wordt echt een hele speciale aflevering. Ik heb er ontzettend veel zin in. Dus laten we voor de like-off van vandaag de 10.000 proberen te halen. Ik ben benieuwd of dat ons gaat lukken. En vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal. Want op die manier hoef je nooit meer een video van mij te missen. Het enige wat je hoeft te doen is op de abonneerknop te drukken. En het is natuurlijk gratis. En laten we dan meteen beginnen met het eerste gedeelte. Namelijk fanart. Zoals je kunt zien komen hier allemaal verschillende soorten fanarts langs. En dat komt omdat ze meedoen aan de aftelparty. Want het is nog maar 2 weken voordat mijn single Brickwall uitkomt op 20 januari. En oh my god jongens, de tijd gaat zo ontzettend snel. Ik kan zelf niet wachten, maar ik weet ook dat jullie heel erg enthousiast zijn en dat jullie ook niet kunnen wachten. Dus het maakt me echt heel erg blij om dat te horen. En daarom is het juist leuk om deze aftelparty te houden. Dat we met z'n allen aftellen totdat de single eindelijk uitkomt en totdat jullie hem eindelijk kunnen horen. En ik vind het altijd echt ontzettend lastig om de fanarts uit te kiezen. Zo ook deze week. Dus ik heb er een aantal die hier langskomen. En niet alleen fanarts voor de aftelparty, maar ook wat gewone fanarts. Want jullie zijn allemaal zo ontzettend origineel en heel erg creatief. En ik vind het echt geweldig om ze allemaal te bekijken. Maar zoals je begrijpt kan ik ze natuurlijk niet allemaal laten zien in de video. Dus niet getreurd als ze niet in de video is gekomen. Ik vind het alsnog echt super tof dat je een fanart hebt gemaakt. En ik probeer er zoveel mogelijk te liken en ik bekijk ze allemaal. Dus ik wil jullie daar in ieder geval echt heel erg voor bedanken. En je maakt natuurlijk altijd kans om in de fanart van volgende week te komen. En zo ook deze keer heb ik weer fanarts nodig voor de aftelparty van volgende week. Want volgende week zal het nog maar 1 week zijn totdat de single uitkomt. Kun je het geloven? Ik zelf eigenlijk bijna niet. Maar goed, de tijd gaat toch verder. Dus wil je kans maken om in de Fan Friday video van volgende week te komen? Maak dan een fanart met nog maar 1 week totdat de single Brickwall uitkomt. Post deze op Instagram. Tag mij erin. En zorg ervoor dat je account niet op privé staat. Want anders kan ik hem niet zien. En uiteraard zijn jullie niet de enige die wat voor mij doen. Ik wil heel graag ook iets terug doen. Dus in ruil voor de aftelparty fanarts geef ik jullie iedere week iets nieuws over het liedje weg. Dus dan is het nu tijd om de verrassing van deze week te laten zien. Of eigenlijk te laten horen. En ik kan er eigenlijk niet op wachten. Dus laten we dat maar gewoon doen. Hier komt hij dan. Single preview. Oké, dit is echt een heel erg groot moment. Want ik ga jullie een stukje van mijn liedje Brickwall laten horen. En het is natuurlijk niet het hele nummer, want dat komt 20 januari uit. Maar gewoon een stukje van het liedje. Dus ja, zo krijg je een beetje een gevoel van hoe het liedje zal klinken. En ik vind het zelf echt enorm spannend. Maar tegelijkertijd ben ik ook wel heel erg zenuwachtig. Want ja, dit is toch wel de muziek waar ik heel lang over heb gepraat. En dat eigenlijk wel een beetje mijn baby is. Dus ik vind het echt super, super spannend om dit aan jullie te laten horen. En ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie hiervan zullen vinden. Dus als je het leuk vindt, geef het dan zeker eventjes een dikke duim omhoog. En laat me ook zeker weten wat je van het liedje vindt in de reacties onder deze video. Ik kijk echt heel erg uit om al jullie reacties erover te lezen. En ik weet dat jullie waarschijnlijk op het puntje van je stoel zitten, omdat je heel erg nieuwsgierig bent naar het liedje. Dus ik ga er verder ook niet al te veel meer over zeggen. Laten we er gewoon naar luisteren. If you got something to say, just say it. I can't take it. Am I talking to a brick wall? You're too brick. Dat was het dus. En hou natuurlijk in gedachten dat het nog maar een stukje van het liedje is. En je zult zeker de Fan Friday van volgende week willen bekijken. Want ik ga heel veel belangrijke informatie weggeven over het liedje. En over waar je het liedje kunt beluisteren. Dus oh, het komt echt zo ontzettend dichtbij jongens. Nog maar 2 weken. Spannend. En laten we dan nu doorgaan met het volgende gedeelte. Namelijk making bouncing balls. Ik zag laatst online een pakketje waar je zelf je stuiterballetjes mee kon maken. En ik dacht, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Dus hier is die dan. Het is eigenlijk niet zo'n hele bijzondere verpakking. Het is gewoon, ja, een plastic zakje met daarin nog meer plastic zakjes. En kleine rare dingetjes. Ik heb eigenlijk geen idee. Laten we deze openmaken en het uitproberen. Want het lijkt me wel echt heel erg gaaf om te proberen. Nou, ik heb de handleiding gelezen en eigenlijk is het niet zo heel erg lastig. Dus wat ik hier heb is, hier zijn allemaal kleine vormpjes. En ik vind ze echt super schattig. Ze zijn mega klein. En hier heb je ja, eigenlijk gewoon stuiterballetjes, maar dan een poedervorm. Dus laten we gewoon eventjes kijken of ze het ook echt doen. Nee. Ik vind de kleurtjes wel echt heel erg mooi. Het zijn van die hele gave, felle neonkleurtjes. Dus daar hou ik heel erg veel van. En de allereerste stap is om gewoon een vormpje erbij te pakken. En deze moet je nu al dicht doen. Dus ik ga dit allemaal eventjes zo aan de kant zetten. En vervolgens ga ik deze gewoon dichtmaken. Ik heb geen idee hoe het nou precies moet.
Ja, dat lukt niet helemaal. Wacht. Ik denk dat ik het heb. Yes! Oké, je moet ze gewoon ietsje in elkaar doen. En nu is het vormpje dicht. Het is niet echt super strak dicht. Het voelt eigenlijk een beetje goedkoop aan. Maar oké, ik zet er gewoon neer en dan gaan we kijken wat er gebeurt. En stiekem ben ik heel erg verliefd geworden op deze roze kleur. Dus ik ga deze roze kleur in het vormpje stoppen. Gewoon open knippen. Zo. En vervolgens moet je het poeder gewoon hierin gaan strooien. Dus dat ga ik maar eventjes doen. Zo. Hè? Nee! Oké, dat klopt niet helemaal. Zoals je kunt zien zitten er gaatjes in. Maar het poeder komt dus gewoon uit de gaatjes eruit. Dat is toch niet handig? Ik ga er maar gewoon mee verder, want zo komt het product nou eenmaal. Misschien moet ik hier een beetje zo op tappen. En dan voeg ik nog een beetje toe. Nee. Wow! Dat is te veel volgens mij. Dan is het nu wel vol genoeg, denk ik. Ik vind het in ieder geval echt super schattig. Hij is zo ontzettend klein. Laten we kijken wat voor magie hiermee kan gebeuren. Want het is natuurlijk poeder, maar het moet uiteindelijk een stuiterbal worden. Dus wat je ervoor nodig hebt is een kopje met water. En vervolgens moet je er één druppeltje afwasmiddel in doen. Dus dat ga ik maar eventjes doen. En tada! Oh, dat waren er twee. Nou ja, het zal vast niet erg zijn, hoop ik. En dan pak ik nu eventjes mijn stopwatch erbij, want ik moet deze nu in het water stoppen, maar dan voor 1 minuut. 3, 2, 1, en start. Oh, hij begint te zinken en het poeder komt een beetje los. Oké, nou hij zit erin en nu een minuutje wachten. 2, 1, en yes! 1 minuut is voorbij, dus ik ga hem er nu uithalen. En vervolgens ga ik hem hier op de tafel zetten. En dan ga ik nu weer de stopwatch aanzetten. En vervolgens moet ik nu 3 minuutjes wachten. Dus daar gaan we weer. Start. En de 3 minuten zijn voorbij. Dus dan is het nu tijd om deze open te maken en vervolgens de stuiterbal eruit te halen. En ik vind het echt heel erg spannend. Het voelt en ziet er nog heel erg nat uit. Dus ik ben benieuwd of het gaat lukken. Oh my god. Oké, dit is best wel lastig om open te maken. Ja, het lukt half. Oh my god. Nee! De onderkant. Oh, zijn stukje is gebroken. Dat is niet goed. En vervolgens moet ik het er heel voorzichtig proberen uit te halen. Het is echt super plakkerig. Dat is niet zo heel erg fijn eigenlijk. Oh my god, het is zo ontzettend lastig. Ah, ik heb de bovenkant eigenlijk al een beetje plat gedrukt nu. Nee! Goed, ik moet het er maar gewoon een beetje zo uitvriemelen. Oh, dat ziet er niet zo heel goed uit. Ik ga het nog eventjes zo een beetje in een rondje en in een balletje vormen. Nu, de volgende stap is om nog 5 minuutjes te wachten. Dus terwijl ik dat ga doen, ga ik ondertussen nog een aantal meer maken. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug. Yes! Tadaa! Nou, ik heb er een aantal gemaakt en ik vind ze er uiteindelijk echt heel erg schattig uitkomen te zien. Ze zijn super vrolijk en kleurrijk. Ze voelen wel een beetje plakkerig aan en ze zijn natuurlijk niet helemaal perfect rond. Dat is wel een minpuntje, maar ja, op zich, ze zijn wel gewoon super schattig en het is een leuk projectje voor een keertje in de middag. Maar dan is het nu natuurlijk wel tijd voor de uiteindelijke test, want het zijn stuiterballen als het goed is. Dus we moeten gaan kijken of ze kunnen stuiteren. 1, 2, 3. Yes! Yes! Het is gelukt! Wat ontzettend gaaf! Laten we ze nu allemaal tegelijkertijd proberen. Nou, ik heb ze nu allemaal in mijn handen. Ze plakken wel een beetje aan elkaar, dus dat kan best wel een probleem worden. Maar we gaan er gewoon voor. 3, 2, 1. Wow! Oh my god. Dat was zo gaaf. Het was gewoon een stuiterbal regenboog. Woehoe! 20 second rap out. Marielle Smit, Laura Joris en Lynn. Ben, Sue, Febbe, Delva, Billieke, Friends. Marise van der Veen en prinsesje Ina. Belle, Kaya, Isabelle, Finn en Alina. Eleanor, Faye, Noah, Julia, Ann. Omidi, Gerda, Marcelle, Fenne en Sam. Loutje, Claire, Lotte, Cute, Cats en Jenna. Celine, Dominique, Minnie, Floor en Senna. Ik vond het vroeger altijd echt super leuk om met stuiterballetjes te spelen. Dus de vraag van vandaag is, wat was vroeger jouw favoriete speeltje? Laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video, want ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. En vergeet deze video zeker geen duimpje omhoog te geven als je hem leuk vond. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg!